waar duurzaamheid het bredere thema is, van een aantal ideeën over de natuur afhelpen, die niet zo heel zinvol zijn, denk ik, als je denkt in termen over duurzaamheid en vooral in duurzaamheid in de connectie van hoe we met natuur omgaan en in connectie met natuurbescherming. Wat willen we daarmee en wat is het doel daarvan? Maar het is goed voor ook aan het eind hoop ik dat ik nog een beetje tijd heb om het te hebben over biodiversiteit. Dat is ook zoiets waar je niet met de verkeerde uitgangspunten aan moet beginnen, denk ik. Omdat het anders niet wordt wat je wil. Dat idee wat u hebt, waar ik u vanaf wil helpen, waarvoor ik denk dat u het hebt, waar ik u vanaf wil helpen, over de natuur, dat staat, denk ik, dichterbij dan u denkt bij het beeld wat we nu als eerste plaatje zien. En dat is het beeld van de Hof van Ede. Een natuurbeeld wat gekenmerkt wordt door paradijselijkheid. Hè. Daarom is het de Hof van Ede. Het is de oorspronkelijke natuur zoals die door God voor de mens is geschapen. Waarin wij een ideaal leven konden leiden. Nou ja, dat is allemaal helemaal misgegaan. Voordat het misging was het een paradijs, daarom heet het zo. Er zijn op christelijke sites kan je daar fantastische uitbeeldingen van vinden. Ik laat er maar een paar zien wat heel karakteristiek is. Dit is een van mijn favorieten met tulpen waarvan we weten dat die pas in de 17e eeuw zijn gekweekt er al in en zo. Dus, wat een heel tekenend beeld daarin is, dit leeuw en het lam wat daar naast elkaar liggen, dat is een beeld van de perfecte harmonie. Hè? Het feit dat die leeuw ooit is begonnen met die lam erop te eten, dat geeft aan dat er iets vreselijk mis is gegaan. Het oorspronkelijke beeld was er een van harmonie, van balans, van eenheid, van paradijselijkheid, daarom heet het zo. De Hof van Eden. Dan denkt u van, dat beeld hebben wij allang niet meer. Daar zijn we al zo lang vanaf en wij weten beter. We hebben een wetenschappelijke kijk op de natuur. Biologen zeggen helemaal van, ik kan hier helemaal niks mee met dat beeld. En toch denk ik, tenzij u hebt gelezen wat ik lees daarover in de laatste jaren, waarvan ik toch zijn er heel veel elementen van dit beeld, denk ik, waarvan u onbewust waarvan u onbewust nog steeds overtuigd bent van dat ongeveer het beeld van de natuur is. Laat maar zien. Hoe heeft zich dat beeld ontwikkeld? Er is een officiële versie van dat bijna paradijselijke beeld ontstaan in de 17e eeuw. Toen, biologen kun je de mensen nog niet noemen, maar toen voor het eerste serieuze onderzoek na de wetenschappelijke revolutie van de natuur opkwam. En men probeerde de natuur te doorgronden. Het idee er was daarbij van dat kan op twee manieren. Je kan de Bijbel lezen, dat is de christelijke manier. Om te weten wat God met de wereld voor heeft, want die wereld is het tenslotte voor ons, hè, in het christelijke beeld. Maar je kan ook naar de natuur zelf kijken, want die is geschapen door God voor ons om te gebruiken. Er zijn verschillende metaforen voor ontwikkeld van hoe wij ons tot de natuur moeten verhouden. Het christelijke beeld is er vooral in verrentmeesterschap, hij is er voor ons. En je moet hem wel zelfs verantwoord, verstandig gebruiken, die natuur. Uit het wetenschappelijke beeld wat in deze context van die natuur oprijst, dat noemen wij in de geschiedenis van de biologie het fysico-theologische wereldbeeld. Het beeld van de natuur is heel sterk doordrongen nog van theologische denkbeelden. De natuur is tegelijkertijd een getuigenis van God. Als je de natuur bestudeert. Ik ben zelf katholiek opgevoed en dat is in de jaren 60 nog. Ik kan me herinneren, ik was toen al geïnteresseerd in biologie, dat mijn meester in de zesde klas zei van Bertje, als je God wil zien, kijk naar buiten. Hoe de bomen groeien, hoe de vogeltjes fluiten. Het is toch een wonder. Het getuigt van Gods almacht. Dat is in de katholieke leer heel lang nog een metafoor geweest. Nou, dat is in de 17e eeuw een soort officiële, een officieel natuurbeeld geweest. In die zin van dat de natuur in alles, in al haar werkingen, in alles wat je van haar ziet en kan bestuderen, een getuigenis aflegt van Gods almacht. Je zal daarin zien hoe alles, en dan komt het paradijselijke beeld van de harmonie terug, hoe alles erop is ingericht om een perfecte wereld te scheppen. Alles is er met een doel, niets is er voor niets. Het zou toch gek zijn, de wereld is geschapen en God doet niets voor niets. Die heeft overal een doel bij, dus alles past op elkaar. Dat kan heel ver gaan, want je kan onmiddellijk vragen stellen van ja, maar er zijn toch allemaal vervelende dingen in de natuur die God niet geschapen kan hebben. Nederlandse dominees die zijn heel ver gegaan in het bedenken van redenen waarom sommige dingen er dan zijn. Waarom zijn er dan bijvoorbeeld vlooien bij de mens, om maar meteen een extreem voorbeeld te noemen, dat kan toch niet
onderdeel zijn van de harmonie van de natuur. Nou, er is iemand geweest die heeft gezegd, ja, natuurlijk wel. Want die akelige, vervelende vlooien en aanverwante misselijke beestjes, die zijn er om ons te helpen herinneren dat persoonlijke hygiëne heel belangrijk is. Dus God heeft met alles een doel. En nou ja, dit is misschien iets waar men ook in de 18e eeuw zich misschien vrolijk om maakte. Van, nou ja, maar in grootste ganzen, alles is er met een functie en een doel. Er is dus een harmonie in het natuurbeeld. En door Gods werken te bestuderen raak je onder de indruk van zijn almacht. Voor veel biologen geldt, en in de literatuur zie je dat ook wel, van dit wereldbeeld is eigenlijk pas doorbroken door Darwin. Het beeld van evolutie komt daardoor voor in de plaats. En dat geeft ineens een heel ander beeld. Dat is toevallige, natuurlijke ontwikkeling zonder vooropgezet doel. Althans, dat is het idee van de evolutietheorie zoals wij nu hebben. Er is ook gezegd dat Darwin is eigenlijk de eerste ecoloog. Hij beseft dat bijvoorbeeld dieren zich ontwikkeld hebben in relatie tot de natuur. Tot de omgeving. Ik bedoel, waarom... Even het volgende plaatje laten zien. Waarom hebben planten bepaalde vormen? Waarom hebben dieren bepaalde vormen? Nou, dat is in aanpassing aan de wereld waarin ze moeten leven. Er is sprake van adaptaties. Wat in het vroegere beeld een kwestie was van perfecte harmonie, dat noemen we nu adaptaties. Aanpassingen aan de omgeving van planten en dieren, zodat ze kunnen leven. En waar komen die aanpassingen vandaan? Je kan nog steeds denken dat God achter het hele plan zit, maar meer direct in deze wereld komen die adaptaties door natuurlijke selectie en variatie. Dus door een evolutieproces, een natuurlijk proces. Je hoeft daarvoor niet naar God te verwijzen direct. God werkt, als je in God wil blijven geloven, via natuurlijke processen. Dat zijn de adaptaties. Er is ook wel gezegd, en daarom had ik het vorige plaatje, dat Darwin om die reden de eerste ecoloog is. Want hij zegt van kijk, de planten en dieren ontwikkelen zich in relatie tot de natuur. Het gaat om omgeving en planten en dieren, dus het is een wisselwerking. En dat is ecologie, niet waar? En Darwin heeft ook een mooi citaat, ik hoeft het niet te gaan lezen. Maar ik heb een mooie rivierbedding afgebeeld, paradijselijk plaatje. En Darwin zegt van dat is het beroemde beeld van de Entangled Bank van Darwin. En Darwin zegt alles daar heeft zich ontwikkeld in onderlinge relatie. En dat klinkt heel ecologisch zoals Darwin het zegt. Maar eigenlijk is dat een misvatting. Darwin was niet de eerste ecoloog. Darwin heeft in zijn vroege denken ooit gedacht van dat evolutie tot stand komt inderdaad in relatie tot de omgeving. Veel mensen denken dat trouwens nog hoor. De omgeving verandert. En als ik een diersoort ben, dan moet ik zorgen dat ik mee verander met de natuur om te kunnen blijven overleven. Dus dat is een soort van ecologisch proces. Ik bedoel, het klimaat verandert bijvoorbeeld en dan moet ik evolueren om bij te blijven. Maar Darwin bedacht al snel van dat, nou, als dan de natuur een tijdje stilstaat, of als er niet voortdurend verandering is, dan houdt de evolutie dus ook op. Is er geen evolutie meer. Dus de evolutie wordt afhankelijk van verandering van andere dingen. En dat beviel hem toch niet. Zijn uiteindelijke theorie van 1859 is ook heel anders. Die zegt niet van dat je verandert in relatie tot de omgeving. Nee, je verandert in relatie tot je soortgenoot. Alle dieren van één soort zijn in voortdurend onderlinge concurrentie verwikkeld om de meeste nakomelingen te krijgen. En nu hoort u de theorie van Darwin zoals die uiteindelijk geworden is. En in die concurrentiestrijd proberen ze het zo goed mogelijk te doen in een omgeving die daarvoor een context vormt. Als de omgeving verandert, is dat best, dan verandert de context. Maar het primaire proces van evolutie blijft onderlinge concurrentie tussen individuen van een soort. Dus Darwin dacht in zijn uiteindelijke theorie helemaal niet meer ecologisch. Dus Darwin is ook niet de eerste ecoloog. Omgeving is context en niet de oorzaak van verandering. Waar komt dan wel de ecologie vandaan? Nou, ik vind dat je dat, ik kan het over twisten natuurlijk, maar ik vind dat je het goed kan toeschrijven aan deze Amerikaanse bioloog, Frederick Clemens. Die is zich bezig gaan houden met de prairies in Nebraska en wilde weten hoe dat, nou laten we zeggen, wij zouden nu een ecosysteem noemen, hoe zo'n systeem werkte van een plantengemeenschap. Zo'n prairie is een gemeenschap van verschillende planten. En de Amerikanen wilden daar zoveel mogelijk koeien op kunnen houden. En die koeien die aardig kon je exploiteren. En de vraag was eigenlijk heel praktisch, van hoeveel koeien kan je kwijt op zo'n stuk prairie zonder dat het helemaal fout loopt. Dus, dacht Clemens, dan moet ik begrijpen hoe zo'n systeem werkt. Hoe in onderlinge relatie al die organismen met elkaar leven. En hij heeft daarvoor een concept ontwikkeld wat elke bioloog kent. Nou, het concept van successie. Wat is successie? Nou, in een bepaald gebied heerst een bepaald klimaat, zei Clemens.
En onder invloed van dat klimaat gaat zich een bepaalde vegetatie ontwikkelen. Nou, u ziet in een plaatje hoe dat ongeveer gaat. Het begint eenvoudig met eenjarige, dan meerjarige, dan struikjes, kleine boompjes, grotere boompjes. En uiteindelijk ontstaat, als we Europa als voorbeeld nemen, uiteindelijk ontstaat er een mooi loofbomenbos. En zie, als dat er eenmaal is, dan is de successie, zoals dat heet, ten einde. Dan heb je de eindtoestand. Dit is de vegetatie die thuis hoort in dat klimaat. Ik kan mijzelf van mijn eigen biologiestudie nog goed herinneren van dat begrijpen van vegetaties kwam er eigenlijk op neer van dat je een successieproces vanaf kale grond, men deed dat ook experimenteel, maar je maakt een stuk kaal en dan ga je jaar na jaar kijken wat er gaat groeien. En uiteindelijk heb je daar dan de climax. Het bos, de vegetatie die thuis hoort in dat klimaat. En dat is een soort van stabiele toestand. Die moet zo blijven. Clemens zei ook, als je die toestand verstoort, dan komt hij na een tijdje weer terug. Het was ook handig voor wat ze van plan waren met die koeien op die prairies. Ze zei van, nou ja, als je die koeien op die prairies zet, dan vreet ze de boel kaal. Maar je haalt de koeien eraf. En dan komt de prairie weer terug. Als het goed is. Die eindtoestand is dus een soort van, nou ja, een soort van doel wat een vegetatie heeft in een bepaald gebied, onder een bepaald klimaat. Clemens ging zelfs zo ver dat hij zei, het klimaat is absoluut bepalend voor wat er komt. En het komt altijd terug. Als je die eindtoestand, die climax, niet hebt, zei hij, dan is er dus iets aan de hand. Dan is er een verstoring en dan moet die climax nog komen. Anders gezegd, als je de climax nog niet hebt, heb je te maken met een embryonale vegetatie. Dat is een onvolgroeide vegetatie. Zo heb ik het ook nog wel geleerd. Een heide in Europa, dat is een onvolgroeide vegetatie, die is nog niet bij de climax, dat moet nog bos worden. Dus als je er zo over praat, dan klinkt een vegetatie bijna als een organisme. Met een embryologie, een langzaam ontstaan als kind, als jongvolwassen en dan de volwassen vegetatie. En dat is een soort van doel. Het lijkt wel alsof de vegetatie als geheel één organisme is. Op de een of andere manier denk ik dat onderhuids, zelfs bij biologen, dat idee van een vegetatie, een eindvegetatie, een climax als organisme nog steeds wel een beetje leeft. Het is een soort van natuurlijke eindtoestand waar een zekere evenwicht heeft. Want als je het verstoort, komt het terug, als het goed is. Nou, dit is hoe de ecologie begonnen is, zeker in Amerika. In Engeland heeft Alfred Tansley, dus een van de meest beroemde ecologen van de 20e eeuw, gezegd van ja, maar dat idee van een vegetatie als organisme, dat is een beetje raar. Hè? Hij zegt, dat is toch een soort van teleologisch beeld. En wat wil dat zeggen? Van, het lijkt net alsof dan een bepaald stuk grond onder een bepaald klimaat een doel heeft. Namelijk om die vegetatie te ontwikkelen. En dat is toch raar. Ik bedoel, vegetaties hebben geen doel. Hoe zit het dan met evolutie? Ik bedoel, evolutie heeft toch ook niet een doel? Dus dat snap ik niet zo goed. Die term climax als gevolg van successie, daar wil ik vanaf. En Tansley heeft daarvoor het woord ecosysteem in de plaats gezet. Dat woord hebben wij nog steeds. Een bepaalde vegetatie op een bepaalde plaats, onder een bepaald klimaat, dat is een ecosysteem. En hij zei expres systeem, want dat klinkt lekker mechanisch, dat is niet een organisme of zo, dat is gewoon een systeem, dat is een mechanisme, er komt niks leven, het is geen organisme of zo, het is gewoon een systeem. Klinkt heel zakelijk en geen doel whatsoever. Die gedachte is uitgebouwd, ik ga heel snel door de geschiedenis even heen hoor, ik heb ook niet zoveel tijd. Die gedachte is uitgebouwd door de gebroeders Odom in Amerika. Howard en Eugene Odom. En die hebben ontwikkeld wat is gaan heten systems ecology. Dus de ecologie van de systemen van vegetaties. Dat is vlak na de oorlog gebeurd en je moet daarbij weten dat vlak na de oorlog in Amerika, toen begon de Koude Oorlog. Men was toen heel erg geïnteresseerd in dingen als informatietheorie, cybernetica. Cybernetica gaat over geleide wapensystemen onder andere. Want als je een raket afschiet, dan wil je dat die een doel bereikt. Nou, die raket die kan je een richting geven, maar die gaat afwijken. Die bereikt dat doel niet zomaar. Dus je wil met cybernetica een systeem ontwikkelen waardoor er een voortdurende correctie van de koers van de raket optreedt, zodat hij wel zijn doel bereikt. Hij wordt door allerlei dingen afgeleid, zullen we maar zeggen. En dan stuur je hem bij, zodat hij toch zijn doel bereikt.
Dat kunnen ze heel goed, raketten, zoals u weet. En dat is onder andere cybernetica. Nou, een systems ecology houdt zich onder andere bezig met van hoe wordt zo'n vegetatie zo gereguleerd dat die in een bepaalde toestand van maximale productie bijvoorbeeld raakt. Hè? En als je biologie gestudeerd hebt, dan ben je heel erg vertrouwd met dit soort plaatjes. Van, je leest het ook wel op de middelbare school, denk ik. Van, nou, kijk, er zijn in de vegetatie zijn producenten en consumenten en detruenten. Er is opbouw, er is afbraak. Het is één grote cyclus. De Odenbroers die waren heel erg geïnteresseerd in allerlei cycli van mineralen, van voedsel, van. Nou, u kent de Odenbroers deden het heel abstract in systemen, hè, doen denken aan cybernetica, et cetera. Maar zoals wij het geleerd hebben, dit zijn schoolboekplaatjes, zijn het allemaal kringlopen, hè, van de zon naar de planten, van de planten naar de dieren. En dan heb je voedselketens en dan heb je aan de top van de voedselketens staan. Nou, roofvogels bijvoorbeeld, hè, bij ons. En nou, dat moet ook weer afgebroken worden, gaat in de grond, wordt gecomposteerd, krijgen we weer mineralen, kunnen de planten op. Het zijn allemaal perfecte cycli. En de Odenbroers waren vooral geïnteresseerd in van hoe zijn die systemen nou gereguleerd. Hè? Wat maakt dat zo'n systeem in stand blijft en ook echt als een systeem functioneert. Een systeem alsof het, zou je bijna denken, door iemand gemaakt is. Alsof het een machine is die volgens een bepaalde specificatie functioneert. En dat is een rare gedachte, hè? Want waarom zou er een machine zijn die volgens bepaalde gedachten functioneert? Dat hebben de Odenbroers ook niet zo heel expliciet gezegd. Maar als je naar hun schema's kijkt, als je kijkt voor hoe ze de natuur zagen, hoe wij ook vaak over hoe biologen vaak over ecosystemen praten, dan krijg je toch dat idee van dat er een soort van grote maker is geweest die een aantal systemen heeft ontwikkeld die volgens bepaalde specificaties functioneren. Dat is het idee van systeemecologie. Dus er zit nog een randje aan, zou je kunnen zeggen, van alsof het toch nog een bepaalde doelwaarde heeft, een bepaalde bedoeling. Het moet zo zijn. De suggestie is ook heel sterk van dat het stabiele dingen zijn, hè? Die verstoord kunnen worden, maar ja, dan komt er een soort van feedbackmechanisme in gang wat ze weer terugbrengt in hun toestand. Althans, dat hoop je dan weer. Dat is ook een beetje de verwachting. De Odenbroers hadden de filosofie van dat wij als mensen, als we de natuur verstandig gebruiken, zo'n systeem eigenlijk in onze controle moeten hebben. Wij moeten de aarde kunnen exploiteren als een systeem, zodat we er maximaal gebruik van kunnen maken zonder dat het fout gaat. Dus we moeten zorgen dat de feedbackmechanismes voor dat systeem intact zijn en dat alles loopt zoals wij het willen. Dat was hun ideaal. Het beheersen eigenlijk van de wereld als geheel. En we nemen aan dat dat kan. Ik heb maar zomaar een paar plaatjes uitgezocht. Het doet zich in allerlei vormen voor, maar overal zie je pijltjes van cycli en verbanden en evenwicht en feedback. En er is dus een soort van balans die kennelijk verstoord kan raken. De Odenbroers hadden ook zo'n regel, waarvan veel mensen denken dat het gewoon een wet is, maar waarvan ik heb het nog eens nagekeken, wat nog steeds omstreden is. De Odenbroers zeiden van nou, hoe complexer zo'n systeem in de loop van de tijd wordt, zo'n ecosysteem, hoe verder het is uitgeëvolueerd, je denkt bijna weer aan een organisme, hè? Hoe diverser het is geworden, hoe complexer, des te stabieler is dat systeem. Dus hoe soortenrijker, hoe stabieler. Het is nog steeds een omstreden. Er zijn theoretische gronden om erin te geloven. De empirische bewijzen, begrijp ik, zijn voor veel biologen, sommige biologen wel, voor anderen helemaal niet acceptabel. Het is een omstreden notie. Maar de notie komt voort uit, er is een soort van stabiliteit. Ach, nog maar één. De voorbeelden zijn werkelijk eindeloos. En als je er genoeg ziet, ga je het vanzelf geloven. Nou, wat heeft dit voor betekenis, voor waar ik het over wilde hebben? Beschermen van bepaalde gebieden, als wij dat willen. Het in stand houden van gebieden, als we dat nodig vinden. Het niet te gronden richten van natuur, als we dat niet willen. Daar wil ik het nu verder over hebben. Nou, als je kijkt naar natuurbescherming, en je hebt het verhaal in je achterhoofd wat ik nu net verteld heb, de overweldigende indruk die je krijgt, nou blader maar eens door natuurmonumenten, plaatjes, is dit plaatje. Het is niet het paradijs, maar het is wel paradijselijk. Het ziet er fantastisch uit. Hè? Het lijkt een soort van lieflijk, aangenaam, mooi, prettig landschap, wat in een soort van natuurlijke balans is, wat prettig is om in te verblijven en waar er heerst vrede, er is harmonie.
Dat is het ideaal van natuurbescherming. Nou vinden de meeste mensen dat ook gewoon mooie natuur, dus er is op zichzelf ook niks tegen. Maar het is ook een natuurbeeld. Hè? Want dat als het in orde is, dan is er harmonie en balans. Dat leert eigenlijk ook de hele geschiedenis van de ecologie. Nou, laten we nou eens gewoon praktisch nagaan of dat idee vol te houden is. Daar zal ik een paar voorbeelden van bespreken. Heel basaal is er op theoretisch niveau zoiets als dit. Een sigmoïde, dat is een groeicurve voor een individuele soort. De algemene gedachte is van als je ergens een soort, een plant, een dier, in een omgeving zet waar die nog niet was en waar die kan zijn, dan gaat die langzaam, heeft die een aanloop nodig om op gang te kunnen komen. Dan gaat die vrij snel in aantal toenemen. Maar dat gaat niet door, dat toenemen, want dan zou die de boel overbelasten. Dus het vlakt vanzelf af, de groei van het aantal organismen in een gebied, in een nieuw gebied. En dan krijg je een soort van eindwaarde. Dat is de draagkracht voor het milieu, van het milieu voor dat organisme. Zoveel kunnen er zijn. Dat is het idee van. Nou, dit is een basaal idee van hoe die ecosystemen dan tot stand komen. Hè? Nou ja, je kan natuurlijk gewoon in de praktijk gaan kijken hoe dit werkt. Ik geef een mooi voorbeeld. Je hebt wat langere termijn nodig, hè, om het op termijn te kunnen bestuderen hoe zoiets werkt. Wat u hier ziet is een natuurgebied in Kenia, Tsavo heet het. Links, het plaatje is niet heel duidelijk, het komt uit de jaren 70. Links ziet u een grote kale vlakte. Daar is niks, bijna woestijn. Rechts is nog redelijk intact graslandachtig gebied. Wat daar midden tussendoor loopt is een spoorweg en een gewone weg. Die doet het transport tussen die twee gebieden. Nou, het ene is zwaar voor west, het andere is zwaar voor oost. Links is oost. En dat is kaal. Hoe komt het nou? Nou, in 1948 is Tsavo Oost, dus het kale gebied links, is een park geworden, een natuurpark. En er viel toen niet veel te beleven. Eigenlijk niks. De grote dieren die er waren, vooral olifanten, wilde men daar graag hebben, die waren bijna allemaal afgeschoten. In het begin van de 20e eeuw werd er gejaagd en gestroopt en er waren nauwelijks dieren daar. Dus de beheerders van het park hebben gedacht, die willen we terug. We gaan ze helpen. Dus wat er is gedaan, er zijn strikte maatregelen uitgevaardigd tegen de jacht en tegen het stropen. Er zijn waterplaatsen aangelegd en het gebied begon inderdaad flink op te knappen daardoor. De olifanten kwamen terug en die begonnen in aantal te groeien, zoals ook die curve dat voorspelt. Nou, in de jaren 40, even kijken voor de aantallen. In de jaren 50, het park is aangelegd in 1948, eind jaren 50 werd het gebied steeds kaler. Er was oorspronkelijk begroeiing als in West. Het gebied in Oost werd steeds kaler, omdat de olifanten het heel goed deden. Er was niet zoveel meer te beleven qua vegetatie. En men dacht van, nou ja, moeten we daar iets aan doen? Maar de filosofie was van, ja, maar dit is een heel groot gebied. Het is 5000 vierkante mijl. Dat is enorm. Als u weet dat de Oostvaardersplassen 50 is of zoiets. 5000 vierkante mijl. Dat moet zichzelf toch. Dat is toch een natuur die voor zichzelf kan zorgen. Dus nou, laten we dat niet doen. Laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Dat leek wijs, want begin van de jaren 60 kwam er veel meer regen dan gebruikelijk was geweest in de afgelopen 10 jaar. Er begonnen allerlei grassen te groeien, die ook heel prettig waren voor de olifanten. Dus die olifanten konden nog een tijdje voort. En die begonnen weer verder te groeien. Maar men dacht van, dit is het natuurlijke proces. Eind jaren 60 kwamen er biologen die zijn gaan rekenen van wat kan het gebied hebben en hoeveel olifanten zijn er nu. Er waren er 3000 te veel, volgens de berekeningen toen. Maar ja, wat is de filosofie? Moeten we wachten tot de curve vanzelf afzwakt en dat het natuurlijke evenwicht, dat is een heel cruciaal woord, dat het natuurlijke evenwicht zich herstelt, of instelt moet ik zeggen in dit geval. Laten we daar maar op wachten. En de parkwachten hebben dat ook bepleit, we doen niks. Letterlijk werd er toen gezegd, wait for the natural climax. Van die S-curve, hè? Nou, u voelt het al aankomen in 1969-70. Viel er geen drup regen. Er zijn 6000 olifanten gestorven. En de vegetatie was naar de Filistijnen. 8 jaar later is die foto gemaakt. En u ziet dat het nog steeds één grote ellende is. Het is helemaal niks.
Ja, zeggen mensen. Maar ze waren daar ook natuurlijk iets vergeten. Hè? Die olifanten, die hadden geen natuurlijke vijanden. En dat kon zomaar. En dat gaat maar door. Ja, dat gaat natuurlijk fout. Hè? Dat is ook geen natuurlijke situatie. In een natuurlijke situatie heb je natuurlijk een check op het aantal olifanten. Ik dacht dat we die al hadden door dat voedsel, maar goed, oké. Okay. Je moet een check hebben op het aantal dieren. Er is sprake van in de biologie van predator-prooi-relaties. Je hebt een prooi en een predator die erop jaagt en die houden elkaar in evenwicht. Nou, dat evenwicht, dat is uitgerekend door twee knappe mathematisch biologen. Het evenwicht van Lotka, Volterra, iedere bioloog kent het. En dan krijg je een soort van fluctuaties. De grootste uitslag is van de prooien en de predator, de roofdieren, die fluctueren mee. Als er heel veel prooidieren komen, dan komen er ook meer roofdieren en dan zakt het aantal prooidieren weer. En dan gaan de predatoren ook omlaag. Maar dan kunnen de prooi, krijg je prachtig mooie fluctuerende verhoudingen. Maar die is op zichzelf stabiel. Er is eigenlijk sprake van een natuurlijk evenwicht. Oké, nou gaan we zien. Het mooie Île Royale ben ik geneigd te zeggen in Lake Superior, Michigan. De Amerikanen zeggen natuurlijk Isle Royal. Dat is ook heel groot. Dat is niet precies voor 250 vierkante mijl, geloof ik ook. Dus dat is niet dat je denkt dat het een heel klein gebiedje is. Het is een grote eiland in het Lake Superior. Daar zijn rond 1900... toen het een keer hard gevroren had, een paar elanden gekomen. En die waren er eerst niet. Die leefden daar lekker van de waterlelies. Dus die hadden het prima naar hun zin. U ziet het aankomen. Het lijkt op het verhaal van de olifanten. De elanden, die namen maar toe en die namen maar toe. En weer was de filosofie van, nou, maar dit is een natuurlijk experiment. Die elanden zijn er zelf gekomen. Wij doen helemaal niks. Dus het komt vanzelf goed. Hoewel er ook stemmen waren van, nou, hè, er is een moment geweest dat er 3000 elanden doodgingen. Dat het voedsel op was of in dat jaar slecht wilde groeien. Dus dat is de natuur, daar hebben wij niks mee. We laten het gewoon gaan. In de jaren 40 dacht men er toch net iets anders over. Toen werd het een park en zeiden, ja, we moeten toch iets aan regulering doen. Toen hebben ze een paar wolven gebracht. Dat waren wolven uit de dierentuin. En die zijn een ellendige dood gestorven omdat ze bij het huisje van de boswachter bleven wachten op het voedsel wat maar niet kwam. Maar goed, een paar jaar later was er weer een hele strenge winter en ja, het lijkt bijna godsvoorzienigheid. Er kwamen over het ijs een paar echte wolven en die hebben zich gevestigd op Isle Royal. En die zouden dus met Lotka Volterra in een hand die populatie elanden wel zijn gaan reguleren. Nou, ze leven ook inderdaad op de elanden, de wolven. Je kan ze niet verwijten dat ze hun best niet doen. Maar als je kijkt sinds de jaren 60 naar de fluctuaties. Als u daar Lotka Volterra in ziet, dan bent u een knappe. Met statistiek kan veel, maar hier gaat het toch niet lukken, denk ik. En je kan ook laten zien dat de relatie tussen predator en prooi er niet is. De wolven leven wel van de elanden, maar de aantallen elanden worden gereguleerd door andere factoren dan de wolven. En de aantallen wolven worden gereguleerd door andere factoren dan de elanden. De invloed op elkaar is marginaal. Met andere woorden, in de werkelijke situatie hier is Lotka Volterra en evenwicht en natuurlijke balans gewoon ver te zoeken. Die is er niet. Althans, tot op de dag van vandaag hebben we hem niet kunnen ontdekken. Als je ook kijkt naar modelletjes die met bacteriën en paramecium zijn gedaan. Je krijgt vaak helemaal geen Lotka Volterra. Je krijgt zoiets hè, van de prooi neemt sterk toe en dan komt de predator ook even op. Maar hoeps, gaat per ongeluk de predator dood. Kan gebeuren. En dan kan de prooi zich gaan vermeerderen en dan krijg je weer een elanden situatie. Het is een zootje. Als je nu denkt, nou ja, dat onderste plaatje is toch leuk. Nou, dat is nou het enige plaatje wat niet in evenwicht is. Want dat plaatje krijg je als je voortdurend predatoren en prooi jezelf blijft toevoegen. Dan, het is logisch dat je op het tempo van je eigen toevoegingen dan wel. Hè? Dus, nou ja, even kijken. In verband met de tijd ga ik één voorbeeld overslaan. Eigenlijk weten wij dat natuurlijk best hè, op allerlei manieren. Onze heide, als u een beetje geïnteresseerd bent in de natuur, die is natuurlijk helemaal niet in balans. Hè? Als wij ons daar niet mee bemoeien, dan verdwijnt die gewoon. Dat hij er is, dat is omdat wij het leuk vinden. Maar
vanzelf handhaaft hij zich niet. Als wij daar evenwicht willen, wat wij mooi vinden, balans, dan werken wij ons op het schompers om alles wat daar niet hoort weg te houden. Dat geldt natuurlijk ook voor ons prachtige venen en vennen. In ieder geval voor mij. Er is niks mooiers dan op zo'n lentedag als nu. Dat je in de natuur in loopt in zo'n vennetje waar de dingen... Dit is het paradijselijke idee van natuur wat ik zelf ook heb. Maar als je niet keihard werkt, dan verdwijnt het gewoon. Hè? Het verlandt en er komt iets anders. Met andere woorden, waar je denkt van ja, maar er is toch evenwicht en balans. Dan werken we daar heel hard aan. Er is natuurlijk ook een andere filosofie van natuurbehoud en natuurbeheer, die veel meer teruggaat naar het oorspronkelijke idee van ja, maar natuur moet voor zichzelf kunnen zorgen en dat moet toch allemaal, er moet een natuurlijke balans komen en een natuurlijk evenwicht, dat moet toch niet van ons afhangen. Dus dan gaan we natuur maken en dan volgens sommige filosofieën krijgen we dan oernatuur terug. Ik had hier een theoretisch verhaal over willen vertellen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen, niet te ver weg. Dit verhaal hebt u allemaal kunnen meemaken in de afgelopen maanden. Als u met mijn verhaal in het achterhoofd even nadenkt over wat er in de Oostvaardersplassen is gebeurd. Het is natuurlijk allemaal volstrekt logisch wat daar gebeurd is. Dat is een elandensituatie. En ja, nou, anything goes. Ik bedoel, ze kunnen enorm toenemen, de arme koeien die daar voor oerrunderen moeten doorgaan. Maar ze kunnen ook met z'n allen uitsterven in de strenge winter. En je kan 40 jaar doorgaan en misschien ontstaat er een soort van balans, maar misschien ook niet. En wat we tot nu toe gezien hebben, is dat er helemaal niks ontstaat. Er ontstaat alleen maar iets wat voor onze ogen bijna niet is om aan te zien is, wat we eigenlijk ook niet willen. En het is een gebiedje, we hebben de experimenten gehad met 5000 vierkante mijl en 2500 vierkante mijl in Isle Royal. Dit zijn 50 vierkante kilometer. Dan denk ik in hemelsnaam, wat probeer je nou toch te doen, hè? Je kan wel natuur maken, maar dat is een natuur die we helemaal niet willen. En dat bleek ook, we houden ermee op, want dit is niet de bedoeling. Dat heel veel mensen toch denken van ja, maar dit was een aardig idee. Dat komt omdat ze denken van ja, maar het komt vanzelf wel goed. Hè, er is toch zoiets van, dit is natuur, dus er is balans, dus er komt harmonie. En als we nou maar wachten, dan komt het goed. Nou, nee, als je wacht heb je de kans dat het gewoon niet goed komt in die situatie. Veel mensen hebben gezegd van, nou ja, weet je, dat kan natuurlijk ook niet. Hè. Koeien en paarden moeten predatoren hebben. Weten de mensen van Staatsbosbeheer ook natuurlijk. Dat helpt natuurlijk niks. Want je hebt dikke kans dat die predatoren en die prooien helemaal geen relatie onderhouden. En dat er dan een evenwicht komt. Nou, misschien wel, misschien niet. De natuur, en daarom was Darwin geen ecoloog. De natuur is geen harmonie, de natuur is geen balans. De natuur is verandering. Voortdurend. Voor ons perspectief als mensen kan het zijn dat je in een mensenleven, misschien wel twee mensenlevens, misschien wel drie mensenlevens, een toestand zich ziet handhaven. Maar kom op, we moeten miljoenen jaren voort. Ik bedoel, we zitten in een postglaciaal. Een paar tienduizenden jaar geleden was hier alles ijs. Hoezo stabiliteit? Dat bos er al 100 jaar is. Dat is te gemakkelijk. Kom ik toch nog op de valreep van mijn tijd aan biodiversiteit. Een idee wat heel veel mensen die geen bioloog zijn ook hebben is van, ik schuif het ze gewoon in de schoenen. Dan ga ik misschien te ver. Maar het idee wat mensen onderhuids hebben is van biodiversiteit. Overigens weten heel veel mensen niet wat dat is, hè? Maar het is ontzettend simpel hoor, biodiversiteit. Biodiversiteit van een gebied, dat is een getal. Biodiversiteit is een getal. Dat is niet een toestand of een diversiteit. Of veel, of leuk, of mooi. Of dat moet, of dat is goed. Nee, biodiversiteit is een getal. Zoveel soorten per zoveel vierkante meter. Dat is biodiversiteit. De gedachte die veel mensen hebben is van, maar biodiversiteit, dat is goed. En daar moet je veel van hebben. Veel is goed. Nou, waarom? Robert Dijkgraaf die had een column in de NRC anderhalve week geleden. Hij zei van, in de natuur neemt de biodiversiteit af. Dat is niet goed. Biodiversiteit moet hoog zijn. Dan is het goed. Nou, waarom? Het idee is van, hoe meer soorten, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoe meer diversiteit, hoe meer vreugd. Want dan is er balans. Wij mensen die bedreigen de biodiversiteit, we maken een hele hoop dood en er gaat een hele hoop stuk. Dat komt door ons en dan bedreigen we de biodiversiteit. Dat getal gaat dramatisch omlaag en dat is slecht. Maar waarom is dat slecht? Nou, veel is harmonie en balans. Nou, als ik het zo vertel, dan lijkt het een beetje belachelijk. Nou, dat is het ook. Want er is
Er is geen enkele basis voor deze gedachte. Waarom moet het veel zijn? Waarom zou het weinig moeten zijn? Waarom is het slecht als het minder wordt? Nou, ik zal u vertellen waarom het slecht is als het minder wordt. Er is maar één goede reden voor. Het is net als met die heide. Die heide is daar omdat wij dat leuk vinden. Dat vinden wij leuke natuur en daarom gaan we die hand op. Kost veel werk. En dat gaat niet vanzelf. Nou, we hebben de gedachte dat als die biodiversiteit dramatisch daalt, dat dat niet goed is voor ons. En daar hebben we ook wel reden voor om dat te denken. Want als die biodiversiteit naar nul gaat, dan zijn wij er alleen nog en dan redden we het niet. Die biodiversiteit, dat is goed voor ons. En daarom willen wij die graag handhaven. En daarom denken we veel is goed. Waarom? Niet omdat natuur en balans en evenwicht en goed en mooi en dus begerenswaardig. Nee, het is goed voor ons. En dat is de enige reden waarom dat moet. Dat is het eind van mijn verhaal. Wij willen graag zien dat rechterplaatje van dat wij door onze inspanningen de aarde in onze handen houden. En er goed op passen en er goed voor zorgen. Zodat die in stand blijft, want dat is ons ideaal van. Het is een harmonieus, paradijselijk plaatje van balans en evenwicht en goedwillendheid en dit en dat. Maar de gedachte links is bij onze inspanningen om de natuur te behouden en biodiversiteit hoog te houden, et cetera, en mooi en aardig. Die gedachte links is natuurlijk net zo goed aanwezig. Die verkoopt natuurlijk minder, maar wij willen gewoon graag blijven leven. En daarom is het belangrijk. De natuur interesseert het niets. Als wij dat allemaal niet doen, dan gaat de diversiteit dramatisch omlaag. Ik doe nou gewoon een voorspelling vanuit mijn eigen achtergrond als bioloog. Ik geef hem graag voor een betere. Maar als wij niks doen, dan gaat de biodiversiteit dramatisch omlaag. Op een gegeven moment leggen wij het loodje, absoluut. Ik bedoel, wij redden het absoluut. Maar dan blijven zat bacteriën over. De aarde lacht in zijn vuistje en begint gewoon weer overnieuw. Als we dat niet willen, dan moet je iets over aan die biodiversiteit doen en daarover nadenken. Maar het is voor ons. En dat was mijn boodschap. Dank u wel.